de kunst met Rob Schreyers. Waar zijn we, Rob? In Enkhuizen. Ja, mooi, hè? Een van de oudste historische stadjes in Noord-Holland. We gaan naar een winkel toe en daar exposeren kunstenaars met een psychiatrische achtergrond. Ja, dat lijkt me nou heel leuk, want daar zitten vaak de waardevolste mensen in. Mensen die heel binnen in het leven staan. Ja. En die misschien van alles meegemaakt hebben in hun leven. En die zijn dan daar, kunnen ze hun expressie, hun warmte kwijt. Goeiedag. De tentoonstelling heet Fata Morgana. Fata Morgana. Wat is dat ook weer? Ja, dat is dat je iets denkt dat je het ziet, maar het is er niet. Dat lijkt wel een Fata Morgana. Het lijkt wel een Fata Morgana, ja. Het is, kijk, Daphne. Het is Daphne. Oh, we gaan naar de tour. Het lijkt me zo spannend. Kom op, we lopen. En hier een mooie mevrouw met een heel mooi hondje. He? Jij bent degene die het hier allemaal organiseert. Ik ben Daphne. Oh, wat een leuke meid. He. Dus het was toch geen Fata Morgana. Dan zien we een hele mooie meid. Vertel over die ongemerkte schatten. Zou je daar iets over kunnen vertellen? Ja, wij zijn eigenlijk een hele bijzondere galerie. Ja. Een kunstenaarscollectief voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Die een beetje schade opgelopen hebben in de maatschappij. Inderdaad. Eerst dames naar binnen, he. Ja. Zo hoort het in beheren. He. Waarom is het een Fata Morgana? Nou, wij hebben eigenlijk om de 10 weken wisselende exposities en dan altijd naar een thema. En op dit moment is dat Fata Morgana. En dat is eigenlijk een heel breed thema waar mensen hun fantasie in kunnen loslaten. Zou je daar iets over? Dit schilderij heet Van voren ben ik mooier. Nou, ik vind het hier ook mooi. Kom maar bij die mevrouw, mag dat? Mevrouw. Vertel, hoe heet u voor de kijkers? Kom hier. Ik heet Mario Moerman. Waarom bent u hier terechtgekomen? Of met de schilderijen? Maar hebt u veel meegemaakt in uw leven? Jawel hoor. Helemaal hoeft niet voor de kijkers, nee. Heel kort. En u kan u terugvinden in het schilder dat u alles van u afschildert? Ja, precies. Het Noord-Hollandse landschap lijkt het wel. Ja. Klopt dat? Ja, en dan in een Fata Morgana eigenlijk de dromedaris. Omdat veel mensen die in Enkhuizen wonen niet op vakantie durven te gaan. Omdat ze anders de dromedaris missen. Schitterend. Ja? Natuurlijk, die vrouw toch talent. Is een topper. Is dat een gespleten persoonlijkheid? Ja, ik zie er een pauw in. Een pauw? Zo trots als een pauw. Maar hij heeft zijn eigen naam als een pauw. Heb je zijn eigen verbeeld, denk ik. Ja. Dat die in een verbeeld. Dit is van een vrouw. Ja, een vrouw. Ja, zet haar eigen in een verbeeldenis terug. En ze denkt, ik moet hieruit door het schilderen. En ik maak mijn eigen zelf, schilder ik mijn eigen heel abstract als een pauw. Prees een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, zo nu en dan. Die aan de ene na, voor aan de ander.